waar wij mee geconfronteerd worden, is dat een ondergepiste matras wordt weggehaald bij de vuilcontainers en in de hal geplaatst met een belerend briefje erbij. En dat staat daar dan vervolgens niet 1, 2, 3 of 4 dagen, maar rustig een hele week. In Bilthoven jaagt een nieuwe kunstvorm, neusgraffiti, de bewoners van een flat op kosten. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Ik kan dat niet begrijpen. Ik wil dat hek niet eens. Nou, ik vond er niet een reet aan. Stelletje zeikers, zoals de Rotterdams gezegd. Hij zegt zo met de veer. Ja, dat gaat niet weer. Ja. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Wanneer woningstichting SSW een nieuwe maatregel treft om de problemen in een van haar flats aan te pakken, voelt meneer Van Essen zich het kind van de rekening. Na het overlijden van zijn vrouw betrekt Bertus Van Essen in 2003 een huurflat aan de Kometenlaan in Bilthoven. In eerste instantie is hij blij met zijn nieuwe stekje, maar gaandeweg verandert dat. Vanaf het begin heb ik hier naar mijn zin gewoond. Alleen ik moet nu wel zeggen dat het steeds verder af begint te kalven. Ja, zitten mensen van allerlei pluimage komen erin. En dat is geen goede zaak. Met de komst van nieuwe bewoners ontstaat er ook veel overlast. Zo wordt grof vuil gedumpt bij de containers op tijden dat dat niet is toegestaan. De verhuurder van de flat, woningstichting SSW, voelt zich verantwoordelijk voor de situatie en grijpt in. Op het moment dat onze wijkbeheerder ziet dat er vuil is geplaatst, op het moment dat dat nog niet mag, probeert hij in eerste instantie te achterhalen wie heeft dat er neergezet. Lukt dat niet, dan plaatst hij het terug in de hal, doet hij er een briefje aan met verzoek of degene die het er neergezet zelf het wil afvoeren. Maar met deze oplossing doet de woningstichting meneer Van Essen bepaald geen plezier. Nou, een verschrikkelijk gezicht, een smerig aanblik. Je schaam je dan toch een ongeluk als je familie, nou ja, die weten dat misschien, maar vreemd bezoek. Binnenkomt en denk je, nou, wat is hier lekker, zeg. En er gebeuren meer vervelende dingen in de flat. Er wordt geplast en gespuugd in de lift en in de bergingen. Opnieuw komt de woningstichting in actie. Ze gaan iets nieuws doen. Het lik-op-stuk-beleid. In het lik-op-stuk-beleid wat wij hebben ingevoerd, zeggen we tegen bewoners, oké, als wij niet kunnen achterhalen wie de veroorzaker van de vervuiling is, dan leggen we de rekening rechtstreeks bij u allen neer. Want u bent allemaal verantwoordelijk voor een goed gebruik van de ruimtes waar alleen u toegang tot heeft. Maar dit lik-op-stuk-beleid schiep meneer Van Essen al helemaal in het verkeerde keelgat. Nooit niet. Daar ga ik niet mee akkoord. Dat doe ik niet. Absoluut niet. Je kan toch iemand niet iets laten betalen of beboeten voor iets wat ze niet gedaan hebben? Daar snap ik niks van. Meneer Van Essen vindt het niet leuk. Dat snap ik ook best. Het is natuurlijk ook niet leuk als je moet meebetalen voor het opruimen van vervuiling door een ander veroorzaakt. Maar geef mij een andere mogelijkheid, geef me een betere mogelijkheid, dan ben ik er graag voor in. Maar die is er tot nu toe niet. Rijdende rechter, ik eis dat wij geen rekening meer krijgen voor de vervuiling en vandalisme. En ik wil ook geen vuil meer in de centrale hal geplaatst zien. Rijdende rechter, wij vinden dat ons lik-op-stuk-beleid werkt en we willen dat dan ook voortzetten. Meneer Van Essen, ik hoorde u zeggen, er komen mensen van allerlei pluimage. Ja. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Nou, moet ik zeggen, uit Utrecht, uit achterstandwijken en zo, die komen naar ons toe ook. En ik woonde er nu 5 jaar en toen ik erin kwam, was het toch heel anders. Ja. En ik heb geen ruzie met die mensen daar helemaal niet. Fijn. Heerlijk. Maar het gaat mij erom. En daar heb ik een gloeiende hekel aan, dat dat spul in die hal wordt geplaatst, ja. Zonder dat die veroorzaker bekend is. Ja. Nee, maar goed, dat doet u dus. Als u dus het vuil aantreft op een dag dat dat niet mag, dan zet u het gewoon weer terug in de hal. Nou ja, lekker. Nee, ik kan me die reactie van, nou ja, lekker kan ik me wel voorstellen. Lekker dan, ja. Maar het alternatief is, we laten het gewoon staan.
Ja, maar dan wordt, ik noem maar iets, op maandag grof vuil nou, buiten staan, dan wordt het de volgende dag wordt het weggehaald. Dan nee, beter maar, dat het in de hal terechtkomt. Ja, maar daar zit het probleem. Er wordt grof vuil geplaatst aan de weg, bijvoorbeeld op maandag. Maar op vrijdag wordt dat grof vuil pas opgehaald. Dan kun je het laten staan, maar dan blijft het de week staan. Dan heeft u enig idee, als je een bankstel, om als voorbeeld te nemen, buiten neerzet, wat er gebeurt als je dat 2, 3, 4 dagen laat staan, dan is het geen bankstel meer, maar dan is het een berg geworden waarbij je het bankstel niet meer herkent. Op het moment dat ik een woning heb aangeboden en ik zou hem nu aanbieden, en u denkt, nou, voordat ik ja zeg, ga ik eerst eens even kijken. En u komt er aanrijden en u ziet een berg grof vuil, dan denk je, van, wil ik daar wonen? Dus, nee, maar snapt u? Als je dan aankomt op een dag dat dat spul in de hal ligt, dan wil je er helemaal niet meer. De binnenloop is precies hetzelfde. Ja, nee, er zit natuurlijk ook altijd twee kanten aan de medaille. Dat is natuurlijk wel waar. En dat iedereen moet meebetalen aan schoonmaken, is dat uw eigen idee? Ja. Mensen plassen in de gang. Neusgraffiti. Prachtig ja, woord. Ik kan wel uitbeelden wat het is, maar laat ik dat niet doen. We zien het zometeen op het locatiebezoek, wat het is, neusgraffiti. Wij worden constant met dat soort vervuiling geconfronteerd. Ja. En op een gegeven moment hebben we gezegd, wij laten dat ook opruimen, we laten dat schoonmaken. Ja. Maar daar komt een rekening van binnen. En dan moeten we met z'n allen betalen. Nee, het alternatief is dat iemand uit een andere wijk moet meebetalen voor de vervuiling in deze flat. Is dat eerlijk? Nee, hebben wij gezegd, dat is niet eerlijk. En ook daarmee hebben we gezegd, oké, wij gaan eerst kijken, proberen te achterhalen wie heeft dat gedaan. En dan leggen we rechtstreeks bij die huurder de rekening neer. Maar lukt dat niet? Dan moeten we allemaal daar. Ja, want het zal toch schoongemaakt moeten worden. Goed. Ja. We gaan eens even kijken naar die neusgraffiti en al die andere rommel en hoe het er bij die flat uitziet. Tijdens het locatiebezoek wordt duidelijk dat de woningstichting niet vies is van harde maatregelen. En daar heeft meneer Van Essen schoon genoeg van. Meester Visser, Rick Steffers, Wijkbeheer. Wijkbeheer. Wim Corbe, SSW De Bilt. Oké. Bert van Essen, bewoner. En de klager, en de, vandaag. Ja, ik kijk even langs u heen. Afgelopen vrijdag is het grof vuil geweest en dit is blijven liggen omdat verkeerd is aangeboden. Dit soort troep komt natuurlijk met name 's avonds bij nacht en ontij. En wat doet u daar dan mee? Ja, als het grote hoeveelheden zijn die zijn blijven staan, dan onderzoeken we samen met de gemeente of er misschien verhuismutaties aan de gang zijn. Ja. We worden ook nog wel eens getipt door de laagbouw, want die worden er ook van beschuldigd. Dus die komen dan even klikken. Ja, die bellen nog wel eens van ik heb het uit de flat zien komen. En dan gooit u het dan even, dan gaat het naar binnen. Nou, ik zou zeggen, dan nemen we het even mee, want dan gaan we het even proefondervinden doen. U, als u de rest neemt. Ja, dat moet ik nog een keer lopen. Dan kom u er zelf een beetje helpen. En dan gaat u dat er zo neerzetten, zoals we dat dan waar de klacht van over gaat. Ja. Dus dit is de toegangshal. Nou, het ziet er ook netjes uit. Nee. We zitten altijd zoveel mogelijk langs de deurwand. Langs de deurwand. En er staat nog meer buiten, hè? Even iemand nog even dat halen. Dan. Nee. Zo. Nou. Waar staat hij? Ik heb een briefje. Eens kijken. Oh, met een handige plakband. Het grofvuil in deze entree is teruggeplaatst door het wijkbeheer. Wil de bewoner die het grofvuil verkeerd heeft aangeboden het grofvuil verwijderen en op de juiste dag aanbieden? Bedankt voor uw medewerking. Ja, maar hoe weet u nou of het van iemand van hier is of niet? Vaak getipt. Vaak is het getipt of er is wat onderzoek ook geweest. Het kan iemand zijn van de overkant of iemand die het s'nachts uit zijn kofferbak gooit. Wij kijken vaak. Dat gebeurt. Ja, dat weten we allemaal. Zonder meer. Er wordt onderzoek gedaan door de wijkbeheerders om in eerste instantie na te gaan. Is dit door een van de bewoners gedaan? Ja. Dat doen ze door middel van een stukje sporenonderzoek. Meestal zie je nog wel wat. Sporenonderzoek? Ik noem dat sporenonderzoek. Meestal zie je nog wel wat sleepsporen in de hal bij de lift. Op die manier. Nou, dan weet je, het komt uit de flat. Ja. Dat weten we. Als ze twijfelen. Ik wil zeggen, dan zetten we de speurhond erop. Nee, maar dat zeggen we ook niet meer. Als er getwijfeld wordt of het uit de flat komt, dan wordt het niet teruggeplast. Dit heb ik wel gezien. En er is nog een tweede puntje: de hygiëne hier in de flat. Maar ik heb begrepen, die hal hier kan iedereen in. Maar achter de deuren
Daar kunnen alleen bewoners of bezoek in. Is dat zo? Of u moet de sleutel hebben van het gebouw. En waar hebben we het dan over? Er wordt geplast in de lift. Er wordt geplast in de lift. De vin, we noemen dat altijd neusgraffiti in de lift op de spiegels. Wat is dat neusgraffiti? Men leegt zijn neus op de spiegel van de lift. En smeert het uit. Dat soort dingen. Een rare gewoonte. Ja, inderdaad. Rare gewoonte. Helemaal met je. Maar het is nu allemaal schoon. Het is nu allemaal schoon. Wacht, pas op, pas op. Nee, dat hij niet... Ja. Nou, hier. Oh, wacht eens. Maar op het moment dat hier geplast wordt, ja, dan zal het schoongemaakt moeten worden. Maar waar leg je dan de rekening neer? Gaan we even de berging kijken. Oké, okay. Hier zijn de bergingen. Dit zijn de bergingen. Ja, dat zijn altijd broeinesten van... Wat is dat enorm hier? Het lijkt me een gevangenis. En wat voor vervuiling hebben we het over? Graffiti? We hebben het hier over urineren. Gewoon in de bergingsgangen. Daar hebben we het over. Zijn er heel veel kinderen dan hier of zo? Ja. Dat zou... Ja, natuurlijk wonen er ook kinderen in de flat. Maar ja, of een kind het gedaan heeft, of een hond het gedaan heeft, of een kat die misschien losloopt. Ja. Maar ja, ook dat zijn bewoners van deze flat. Ja, natuurlijk wel. Maar ik kan dan niet begrijpen, dat zeg ik nu meteen maar, dat wij bewoners dat moeten betalen. Heer, ik heb het allemaal wel gezien. Ik zie u straks terug in het pannenkoekenhuis voor de hoorzitting. We gaan geen pannenkoeken eten, maar nee? De zaak bespreken. U krijgt een pannenkoek. Ik zie u straks terug. Heel graag. U bent vrijwilliger, hè? Ja. U bent lampenier. Bij hun, hè? Lampenier, dat is een mooi ouderwets woord. Ja. U zorgt ervoor dat als er een lamp kapot is, dat er dan weer een nieuwe lamp in komt. Ja, klopt allemaal. Of het is kapot geslagen, ik heb wat materiaal achter de hand en weet ik dat weer, ja. U vindt het ook leuk om te doen? Ja, je hebt contacten met de bewoners en zo. Dat, en iedereen kent Stelt u daar iets tegenover dat vrijwilligerswerk? Ja, we stellen er twee dingen tegenover. Wij waarderen dat ontzettend. Oké, de waardering? De waardering. En die laten wij zien door middel van één keer per jaar een gezellige avond voor alle vrijwilligers. Want we hebben er wat. Ja. Die, okay. Om welk en verder, gebied. Ja. En met kerst krijgen ze een prachtig mooi kerstpakket van ons. Overigens, dat wilde meneer Vanessa, en dat vind ik dan weer zo jammer. Dat wilde hij de laatste kerst niet van ons ontvangen. Ik hoop toch dat hij dat de komende kerst wel weer doet. Het kerstpakket. Wat zegt u? U hebt het kerstpakket geweigerd. Ja, ik teruggebracht. Zo boos was ik. Ja. Ja. Ja, ik kan niet zeggen, het staat er nog, dus. Nee? Maar ik hoop wel dat het volgend jaar eraan heeft. Heb je er zelf op gegeten? U dacht, stik maar met je kerstpakket. Ja. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, ik hoef het niet. Nee. Goed. Nou ja, dat is duidelijk. Ja. Hè? Dat ligt voor u. Het ligt voor meneer Vanessa vrij principieel. Ja. Het ligt principieel. Ja. We gaan naar de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting bekijkt meester Visser hoe zuiver het beleid van de woningstichting precies is. Welkom, we zijn hier in de gemeente Bilthoven. En aan de orde is de zaak van meneer Van Essen tegen de woonstichting SSW. Vertegenwoordigd door meneer Corbé, hoofd bewonerszaken. Ik moet u zeggen, ik kom er wel eens ergens. Dus ik bedoel, het was geen operatiekamer, maar het zag er allemaal puik uit. Netjes, mooi, geen graffiti, geen zwerfvuil. U woont eigenlijk in een prachtig flat. Wat is nou uw probleem? Op dit moment, dat geef ik toe, ziet het er vrij redelijk uit. Goed uit zelfs. Ja. Ja. Maar er werd rommel in die flat gezet. En dat gebeurde nog eens. En daar groeide bij mij een enorme ergernis. Ja, meneer Vanessen zegt twee belangrijke dingen. Hij zegt om te beginnen, op dit moment ziet het er goed uit. Ja. Dat betekent dat er dus een periode is geweest waarop dat niet zo was. En dat klopt ook, die periode is ook geweest. Toen stond er buiten allemaal troep. Er werd veel vuilnis buiten neergeplaatst. Gemeente De Bilt heeft vaste afhaaldagen voor het grofvuil. En dan wordt dat op vrijdag opgehaald. Ja. En wat zie je dan? Op zondagavond, ja hoor, dan wordt er gewoon vuil neergezet. Kan ik me wel iets bij voorstellen. De mensen die gaan in het weekend dus lekker ruimen. En dan zit je maandag met die troep. Nee, correct. Dan wordt meneer Steffers, u bent de wijk... Ja, ik zeg de flatpolitie, ik werk wel mooier. Ja, ik ben de wijkbeheerder. En, ja, maar u doet dus het onderzoek, zou ik maar zeggen. Als er grofvuil wordt aan, daarom kom ik op de flatpolitie. En u kunt onomstotelijk vaststellen dat het grofvuil uit de flat komt. Ja, afgelopen jaar... Is er 5 keer teruggeplaatst op de bewuste flat van meneer Van S. Ja. En in alle 50 gevallen door een bewoner uit de flat weggehaald... waarvan 3 keer de bewoner contact met ons opgenomen heeft... om zijn excuus aan te bieden. Nou. Dus 5 uit 5, dan zou ik zeggen zeer zorgvuldig.
Maar het is eigenlijk de schandpaalmethode. Het is nog een beetje. Ja. Toch? Want... Ja, ik noem het meer spiegel voorhouden. Spiegel voorhouden? Ja, dat vind ik een nettere benaming. Ik bedoel... Maar je gaat toch geen 89 onschuldigen straffen om die ene die het dan gedaan heeft mee te pakken? Waar wij mee geconfronteerd worden, is dat een ondergepiste matras wordt weggehaald bij de vuilcontainers door u of een van uw collega's en in de hal geplaatst met een of ander belerend briefje erbij. En dat staat daar dan vervolgens niet 1, 2, 3 of 4 dagen, maar rustig een hele week. Vind ik niet fijn als mijn schoonouders voor het eerst op visite komen of mijn baas komt eten. Dat stond bij de vuilcontainer buiten. Ja. Zij zit het daar in mijn hal. Dat is toch gekkigheid. Ja, want als uw schoonouders voor het eerst op bezoek komen en die moeten over het huisraad heen klimmen om de schone hal te bereiken. Je schaamt je soms dood wat er in die hal staat. Het is zo'n armoedig binnenkomen langs zo'n uitdragerij. Ik kijk nu even naar meneer Van Essen. Meneer Van Essen, stel u krijgt gelijk, hè? Dus, ja. Zij mogen dus niet meer dat zwerfvuil in de hal zetten. Maar dan blijft het buiten staan. Ja, nou ja, goed, dat is dat vindt u niet het probleem erg. Niet van de bewoners. Nou, u kijkt er wel tegenaan. Als u vind ik dat maar door de woonstichting afgevoerd moet worden. Ja, maar dat is toch heel makkelijk. Dan zegt u, dan moet de woonstichting het maar afvoeren. Ja. En dan beloon je dus die ene bewoner. Ja. Dat gedrag beloon je. Andere optie is, de woonstichting laat het staan. Ja, dan komt uw schoonfamilie, maar dan moet hij eerst over de huisraad naar binnen klimmen. En of dat nou het plaatje is wat we met z'n allen willen, SSW wil dat in ieder geval niet. En we snappen dat bewoners dat geen prettige methode vinden. Maar aan de andere kant moet u ook toegeven dat het werkt. Het aantal incidenten is nu nog op één hand te tellen. Het zijn nu echt incidenten geworden. Ja. Waren tot een aantal, of nog niet eens zo heel lang geleden praat ik over, een ruim jaar geleden, was het geen incident, was het schering en inslag. Ja, maar nu zegt u, het is een incident. Nu is het een incident. Nou, als er nu spullen liggen, dan kan je dat incident toch oplossen door het af te voeren. Dan heb je al die heisa liggen. Ja, dan ga je weer een weg creëren dat de mensen denken van het wordt afgevoerd, dus we gooien het maar weer neer. Maar er is nog wat anders aan de hand in de flat, want er zijn bewoners die het niet zo nauw nemen met de hygiëne. Nee. Er wordt geplast in de liften. Neusgraffiti wordt gesmeerd, zei u. Prachtige omschrijving. Ja, dat is smerig. Ja. Dat moet schoongemaakt worden. En die kosten die worden nu omgeslagen, want ik heb hier een rekening liggen. Ja, ik vond hem wel grappig, moet ik zeggen. In het kader van het lik-op-stuk-beleid, wat wij in uw complex voeren, maken we elk jaar een afrekening voor de extra schoonmaakkosten. Nou, en dan incidenten. Op 25 september is er urine uit de lift verwijderd. En op 14 november 2006 verwijderen urine uit de bergingsgang. Samen 55 cent. Nou, mijn meneer. Ja, maar het gaat niet om dat bedrag. Het gaat om de principe, hè? Ja. Straks staat er een bedrag 55 cent, maar 55 euro. Ja, dat kan toch van alles ingevuld worden? Ik heb eens nagekeken in het huurcontract. De schoonmaakkosten komen sowieso voor rekening van de huurders. Ja. Dat staat in het huurreglement. Ja, dat klopt. Het schoonhouden, het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Die worden hoofdelijk omgeslagen. In andere woorden, alle schoonmaakkosten voor de gemeenschappelijke ruimte volgens het huurcontract moeten door u betaald worden. Waarom zou dat dan niet gelden voor extra schoonmaakkosten? Omdat iemand loopt te plassen? Dat is de vraag. Dat vind ik oneerlijk. Wat anders. Iemand loopt met vieze voeten door de hal. Dat moet ook opgeruimd worden. Nou, dat wordt al sinds jaar en dag schoongehouden. Dat betaalt u ook al mee. Maar stel je voor, of ik ben blij eigenlijk, dat de politie zo niet werkt. Stel je voor, zit iemand achterna. Je verdwijnt in de struiken of in die wijk daar. Niet meer te vinden. Maar meneer, en dan zegt die politieagent tegen zijn maatje. Oh joh, we maken wel ons zorgen over, we geven al die mensen een bekeuring. Klaar zijn we. En eigenlijk is dit precies hetzelfde. Maar meneer Van Essen, mag ik u nou eens vragen? Het is wel een idee hoor. Nou meneer Van Essen, wij maken schoon. En dan betalen alle bewoners in de vorm van servicekosten, betalen ze dan aan mij. Maar nou moeten we extra kosten maken. Wie moet die kosten dan betalen? Of moet ik die urine gewoon laten liggen? Nee, natuurlijk niet. Dat wilt u ook niet. U wilt wel dat ik het weghaal, maar u wilt er niet voor betalen. Wie zou dan die kosten moeten betalen? Ja, ik denk, het klinkt misschien onvriendelijk, een probleem voor SSW. We balen ervan dat de woningbouwvereniging telkens die toegangshal van onze flat zo smerig armoedig maakt door daar troep te plaatsen. En ik ga me irriteren als ik elke keer een brief krijg met accept giro voor 22 cent. Dan denk ik, jongens, wat een geneuzel. De mensen die dat netjes gewoon maar overmaken, dat zijn niet de schuldigen. Is niet de kern van de zaak. De schuldigen kunnen het niet lezen misschien. Dat u vindt dat u wordt aangesproken
op gedrag wat u niet vertoont. Ja. Dat is het. Ja. En daarvoor, u voelt zich gecriminaliseerd door dit soort mededelingen. Want ja, u zegt, je hoeft dat soort brieven niet op te hangen voor mij. Nee. En ik wil ze ook niet in de brievenbus, want ik doe het niet. En ik vraag me af. Kunt u zich daar wat bij voorstellen? Nee, daar kan ik me niks meer voorstellen. Ik zit denk ik vroeger op school. Dan kwam zei de leraar weer, er zijn onder ons die vieze dingen doen bij het fietsenhok. En dat zei ik, dat ben ik niet, nou, weet je wel. Ik kreeg maar je werd toch als collectief werd je daarop aangesproken. Ja. Je voelde je eigenlijk bij voorbaat toch al een beetje verdacht. Je ging zo, nou, wij niks gedaan had. Nee, maar wij spreken het collectief van de bewoners aan, omdat wij vinden dat hier een leefbaarheidsvraagstuk in het gedrang is. Ja. Waarvan we zeggen, bewoners, daar bent u met z'n allen verantwoordelijk voor. En dat hopen we ook te bereiken, dat bewoners elkaar aanspreken op het gedrag. Want met elkaar maak je leefbaarheid. Ik denk dat ik wel voldoende weet. Ik zal over de zaak gaan nadenken. En dan zal ik binnen niet al te lange tijd in de studio in Hilversum, zal ik u zeggen wat ik juridisch van de zaak vind. Ja? Ja. U voelt zich eigenlijk een beetje vals beschuldigd, hè? Ja. Zeker weten. Nog heel even op dat lik op stuk beleid. Ik vond het eigenlijk zo'n gekke naam, lik op stuk beleid. Want ik denk, lik op stuk, dat is dat je iets doet en hup, meteen een boete. Maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Ik kan me voorstellen dat het... Ja, nee, daar kan ik me niets meer voorstellen. En als we door de rijdende rechter in het gelijk gesteld worden, en daar ga ik dan ook vanuit, dan zullen we ook nog eens kijken naar die naam. Maar die naam is ontstaan op het moment dat wij met dit beleid begonnen. Klopt wel goed. En toen was het echt een flat waar het heel hard nodig was. En daar had het een goede bijwerking. Dus. Meneer Corbé, dat moet u nooit zeggen. Ik ga ervan uit dat ik win. Want ik heb hier heel veel mensen aan tafel gehad die dat ook dachten. En het is toen toch heel anders. Ja, maar je moet ook geloven in je eigen succes. Dus. Ja, dat is waar. We gaan naar de uitspraak. Voor wij naar de uitspraak gaan, nog even dit. Bent u ook van mening dat er een luchtje zit aan het beleid van uw huurbaas? Dan kunt u bellen met 0900-1301. Mag meneer Van Essen de rekening vereffenen? Of krijgt de woningstichting lik op stuk van meester Visser? Wij zullen het snel weten in volgende uitspraak. Uitspraak in de zaak van Van Essen tegen SSW. De centrale toegangshal is in beginsel inderdaad niet bestemd voor het opslaan, tijdelijk opslaan van grof vuil. Daar heeft Van Essen gelijk in. Maar het daardoor veroorzaakte ongemak voor de huurders is dusdanig gering dat naar mijn oordeel geen sprake is van een serieus te nemen vermindering van het woongenot. Daarvoor is het te incidenteel. Integendeel, de leefbaarheid in en rondom de flat wordt daardoor juist bevorderd. Doordat voor de flat veel minder grof vuil blijft liggen. SSW mag dit van mij dus blijven doen. Aangenomen dat het beperkt blijft en dat het niet leidt tot een permanente vuilstort. Want dat is niet de bedoeling. Dan de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte. Ja, schoonmaakkosten mogen volgens het huurcontract hoofdelijk op de huurders worden verhaald. En dat noemen we dan servicekosten. Daar is juridisch niks verkeerd mee. En dat geldt ook voor extra schoonmaakkosten. Die worden veroorzaakt door viespeuken die de liften en gangen bevuilen. Ook die kosten komen dus wettelijk gezien voor rekening van de bewoners. Ook al kunnen de meesten daar niks aan doen. Samenvattend moet worden vastgesteld dat de woonstichting het juridisch helemaal goed doet. En dat de vordering van de heer Van Essen daarom moet worden afgewezen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel. U heeft de handen ten hemel. Ja. Ja. Het is spijtig voor u. Ja, als je niks probeert, dan precies, dat nooit geschoten is altijd mis. Hè? Stopt u nu met uw vrijwilligerswerk? Of? Nee, gefeliciteerd eigenlijk. Ja. Dankjewel, sportief. Ja. Zo sportief hebben wij ze graag. En ik ben blij dat meneer Van Essen zijn vrijwilligerswerk blijft doen. En ik hoop dat eind van het jaar kerstpakket. Ik kom het persoonlijk bij u mee. Hartstikke goed. Goed, hartelijk dank. U en u ook. En u bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen 0900 1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 12010 1100 AA in Amsterdam.
ik had het moeten zien, meneer Visser, als jonger iemand in hebben woord. Ja. Als mijn schoonzoon daarin had gewoond. Dan had hij het niet aangekaart, hoor. Dan had hij het lef niet gehad. Ja, ik ben een oude kerel. Als je mij een duwtje geeft, dan lig ik. Een inwoner van Nunspeet legt de lat voor zijn buurman wel erg hoog. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Ik kan dat niet begrijpen. Ik wil dat hek niet eens. Nou, ik vond er niet een reet aan. Stel ik je zeikers op zo'n Rotterdams gezegd. Hij zit zo met de veer. Ja, dat gaat niet meer. Ho, 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 ho. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Meneer en mevrouw Bruines kiezen graag de kortste weg. Maar sinds buurman Plakke zijn pad heeft opgehoogd, moeten zij daar een flinke hindernis voor nemen. Nunspeet de Veluwe. Henk en Willy Bruines wonen al bijna 40 jaar in deze 201 kapwoning. Sinds jaar en dag maakt het echtpaar gebruik van het pad dat achter hun garage en die van het buurhuis loopt. Dat is geen enkel probleem, omdat de buren de moeder en de zus van meneer Bruines zijn. Wij gebruiken het pad, die achteromgang, als we naar het dorp willen. Ja, boodschappen doen. En voor alle dingen die hier in huis gebeuren. Wanneer het huis naast dat van het echtpaar Bruines moet worden verkocht, wordt er een recht van overpad voor de achterom in het koopcontract opgenomen. De nieuwe eigenaar, Henry Plakke, gaat schoorvoetend akkoord. Het recht van overpad was voor mij en voor mijn gezin was dat een gunst ten opzichte van de buren. Dat zij met z'n twee hier langs konden lopen. Heel snel bleek dus dat de buren er niet of nauwelijks gebruik van maakten, maar wel hele andere mensen, vreemden voor ons. Die gingen dan achter staan kijken en naar binnen gaan staan kijken in de keuken, waar mijn vrouw dus dat erg onplezierig vond, dat in één keer vreemden naar binnen stonden te kijken. Henry Plakke baalt van het recht van overpad. Omdat hij verbouwingsplannen heeft, probeert hij het een aantal keer ter sprake te brengen. Om toch tot een goed einde te komen heb ik diverse voorstellen gedaan. Ik heb continu geprobeerd om tot een compromis te komen. Ze waren compleet verstart. Ze reageerden gewoon niet op mijn vragen. Het werd gewoon doodgezwegen. Wij reageerden er niet op. Nee. Als we daar waren, altijd begon hij dan steken over dat achterpad. Hè. Het achterpad, dat moest je toch eens... Dan reageerde ik er helemaal niet op. Meneer Bruines wil niet praten over veranderingen. En dus begint meneer Plakke zonder verder overleg met de werkzaamheden aan het achterpad. Ik heb het pad voorzien van nieuwe bestrating. Ik heb het 25 centimeter opgehoogd. Ik heb een deur geplaatst op de erfscheiding. En ik heb een overkapping gemaakt voor mijn tuinspullen. Het vervolg voor mij is dat ik daar niet meer langs kan. Dus nou moet je een verhoging nemen van bijna 50 centimeter. Een open pad. Was het. We konden zo, daar kon ik zo met de rollator als ik wilde, konden ze naar de spoorlaan lopen. Dat gaat nou niet meer. Het echtpaar Bruines schrijft onmiddellijk een brief dat Plakke de deur en de verhoging weer moet weghalen. En ik werd gesommeerd tot allerlei zaken die ik uit moest gaan voeren. En dat was niet leuk. Wat mij betreft heeft de heer Bruines met dat toch wel de grenzen van het fatsoen overschreden. Rijdende rechter, ik eis dat mijn buurman het achterpad weer in zijn oude staat hersteld en alle obstakels verwijderd, zodat wij met een kruiwagen of een fiets weer langs kunnen. Rijdende rechter, ik eis dat mijn pad blijft zoals het is. En ik eis dat het recht van overpad wordt opgeheven. Hartelijk welkom allemaal. U zit al, want u bent wat slechter been, hè? Ja. Dus we zijn er vast maar gaan zitten. Ja, hoe is dat recht van overpad eigenlijk zo gekomen? Ik begreep dat daar vroeger familie van u woonde in het huis van meneer Plakke. Mijn moeder woonde ernaast met mijn zuster. Ja. En die zijn allebei overleden. En toen is dat recht van overpad gevestigd. Dus het mocht alleen maar verkocht worden met dat recht van overpad erbij. Ja. En u hebt het ook zo gekocht. Ja. Terwijl ik u hoor zeggen, ik zie dat als een gunst. U voelt het als een gunst. Ja, nee, dat was later gekomen. Ja. Dat was eigenlijk pas na het bleek dat de situatie totaal anders was dan dat ik gedacht had. Wat was dan anders eraan? Het werd sporadisch door de buurvrouw gebruikt om naar de markt te fietsen. Maar wel door andere mensen zijn. Niet of nauwelijks gebruikt door de buurman, maar wel door anderen. Ja, en toen veranderde dat gevoel erover. Wat vindt u daarvan, mevrouw? U zegt van het werd niet gebruikt zoals het naar mijn idee zou moeten, maar veelal door andere mensen. Nee? Nou, dat viel wel mee hoor. Wat zegt u? Door andere mensen, dat viel wel mee. Andere mensen, ja.
Ze waren net goede kennissen of die van de markt afkwamen of vanuit het dorp. Ja. En die kijken bij de buurman naar binnen, zegt u? Ja. Ja. Als hij zo wilt praten, dan... Geluurders, zei hij. Waren geluurders. Nou ja, het is niet leuk als mensen bij je naar binnen kijken. Nee, het is niet leuk. Geluurde mensen bij u naar binnen? Ja, kijk, ze lopen langs en dan kijk je automatisch naar binnen, denk ik. Ja. Dat is een mens eigen dat je naar binnen kijkt. Ja, maar daar had u gewoon last van? Het is niet leuk als mensen over je achtererf lopen naar binnen kunnen kijken. Nee. Goed, u wilde het pad verhogen, dat hebben we net gezien. Ja? Waarom wilde u het verhogen? De weg loopt af. Ja. Ik wou het geheel recht trekken. En er zat nu eigenlijk een hele vervelende helling zat er nu in. Van ongeveer 1,50 meter lang. Dat was erg steil. Ja. Er lagen oude tegels in. En het geheel wilde ik graag bij mijn huis aantrekken. Wanneer bracht meneer Plakker dat ter sprake? Dat hij dat pad wilde verhogen? Nou, anderhalf jaar geleden, denk ik. Bij welke gelegenheid was dat? Een keer op een verjaardag heb ik het aangekaart of het bespreekbaar was. Ja. Dat was dus niet bespreekbaar. Ik heb begrepen dat u ook heeft voorgesteld om het pad te verhogen. Ja. Zodat ze dus wel door kunnen lopen. Ik heb vanaf voorgesteld om bij hun, bij het achtererf, het pad te waterpassen. Horizontaal te trekken. Ja, dus dan komt het, precies komt het uit bij de nieuwe ophoging die ik gemaakt heb. Nou, dan had u wel nog gewoon door kunnen lopen. Nee, maar dat was niet nodig. De verhoging was helemaal niet nodig. We zijn er 40 jaar over gelopen op het pad. Zonder verhoging. Ja. Waarom zal ik dan de verhoging nemen? En u heeft het ook geprobeerd om het af te kopen. Ja. Ja, ik heb ook daarna geprobeerd om geld te bieden. Nou, misschien is dat wel een optie. Ik wil het afkopen. Maar daar had u geen zin in, hè? Nee, ik ben gewoon... U bent toch wel boos geworden, toch? Nou, ik een beetje niet erg gewoon, maar ik heb gewoon de waarheid gezegd. En wat was die waarheid? Waar het op stond, dat ik het niet kwijt wou. Ik heb het één keer gezegd en je krijgt het niet. Dan moet hij weten waar hij naartoe is. Maar hoe ziet u hem dan? Ik zie hem helemaal niet meer. Ik loop er langs en ben ik ook niet zien. Nee. Makkelijk zo. U negeert hem nu helemaal? Helemaal. Dus jullie zijn helemaal niet meer ontspikking, zoals dat heet? Nee. Iemand die mij zo behandelt en schrijft dat ik een oude zuurpruim ben, die dingen, die hoeft niet meer tegen mij te praten. Je hebt het afgedaan. Goed, we gaan eens even kijken naar dat pad. Want zo langzamerhand zijn we wel benieuwd hoe dat er precies uitziet natuurlijk. Tijdens het locatiebezoek gaat meester Visser aan de rol met een rollator. Hij zoekt uit of meneer Plakken zijn buurman echt iets in de weg legt. Dag. Jullie vereens. Hendrik Plakken. Aangenaam. Dag meneer. U woont hier prachtig. Ja, dank u wel. Stijlvol twee onder een kap. Absoluut. Maar het gaat om een achterom. Ja. Zullen we eerst maar eens bij u beginnen? Want hier moet het achterom beginnen. Prima. Ja? Ja? Dan gaan we even die kant op. Is goed. Zo. Ik zeg, zullen we de rollator dan maar gelijk eventjes pakken? Want dat is een deel van het probleem volgens u, heb ik begrepen. Ja. Heeft u? Ja hoor. Zit er een rem op, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, dan stel ik voor dat we even het rondje gaan maken met z'n allen. Gaat u maar voorop. Zo. Ik er tussenin, als het deugt. Oh, ik dacht hier tussen. Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Als u achterom gaat, dan gaat u hier doorheen. Ja. En dan kom je hier. Ach. Ja, ik zie het al. Ja. Ja. Die poort die is gewoon open, hè? Heb ik. Oké. Okay. Nou, dan moet ik maar eventjes gaan meten. 28,5 centimeter. Ja. Dat is een hele. Maar daar kan je hier niet overheen, natuurlijk. Mag ik eens kijken? Mag ik even proberen? Kunt u zo alleen staan? Of moet u even. Ja. Laat maar even los, die meneer. Even een arm zo. Ja, dan moet je dit eigenlijk. Dan moet je het zo doen eigenlijk. Zo. Ja, dan moet je het zo doen. Nee. Dat lijkt me geen goed idee. Dat lijkt me geen goed idee. We lopen eventjes even die kant op, want ik wil even kijken hoe dat hoogteverschil zit dan. Die rand volgen. Want dit is het trasraam, geloof ik, hè? Ja, volgens het trasraam. En moet eens kijken hoe hoog het dan uit zou komen hier, als het zo is, die zwarte steen. Dan gaan we hier dus weer... Oh ja, want daar gaat het inderdaad weer omhoog. Ja. Het is eigenlijk hier een soort put, hè? Ja. Heeft u daar geen last van als het heel hard regent? Niks hoor. Dat het onder water komt te staan? Nee, nog nooit geen last van. Nee. Goed, dan ga ik nog een stukje meten.
Het apparaat staat op nul. Ik ga vanuit deze keukendeur eerst via de achterom naar de spoorlaan. Kijken hoeveel dat is. Vervolgens ga ik buitenom, kom ik terug naar hetzelfde punt en dan meten we ook hoeveel dat is. ...32 meter. Oké. Okay. Dan zet ik hem hier weer op nul. En dan gaan we buitenom hetzelfde lopen. Heenweg 32 meter precies, terugweg 91 meter en 50 centimeter. 59 meter, daar draait het om. Ja. Mijn zinziens. Zo kan je het ook zien. Ja. Nou, ik heb hier genoeg gezien. Ik zie u straks terug voor de hoorzitting. En dan gaan we even over de zaak praten. Dank u wel. Tot straks. Tot straks. Dag. Kunt u dat opstapje nemen met uw rollator? Nee, kan dat niet. Nee. U ziet wel hoe ik hier aan loop. Ja. Heel moeilijk. Ja, is meneer Bruijnes echt zo slecht ter been? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. U bent daar wel van overtuigd? Nou, niet altijd. Kijk, hij loopt 9 of 10 keer zonder rollator. Maar ja, dat hij slecht ter been is, kan iedereen wel zien. Ja, maar ik begreep dat u ook nog wel op een gegeven moment foto's hebt gemaakt van meneer Bruijnes. Ja, dat klopt. Ja. Dat kwam toevallig zo uit. En achteraf had ik misschien niet moeten doen. Dat was nee, niet zo netjes. Maar de heer Bruijnes die geeft constant weer dat hij niet het opstapje kan nemen van 25, 28 centimeter. En toevallig stond ik op mijn dak en ik zag dat de heer Bruijnes zijn duivenhok inliep. En dat zijn notabene vergelijkbare opstapjes. En dat komt nu wel. Ja. En ik denk van, hé, wat is dat? Dus ik naar beneden gerend, mijn fotostel gepakt. En toen kwam hij eruit, daar heb ik een paar foto's van gemaakt. Ja. Dat hij inderdaad zonder rollator en zonder stok zijn duif ook uitkwam en gewoon ook weer, niet kwiek als een vogeltje, maar wel degelijk vrij relaxed weer terug naar de voordeur liep of naar de achterdeur liep. Ja. Maar goed, u hebt die foto's ook overhandigd aan, ja, aan ons. Ja. Ja. Hebt u ze gezien? Ik heb ze thuis nog. Ja, ik heb ze ook hier. Ja. Ja. Ik vind het. Ja, ik heb ze ook, ja. Ik vind het gewoon stalken. Maar het is wel een juiste vraag, denk ik, om te zeggen van, is het echt zo erg met u dat u geen stap kunt zetten zonder rollator? Ik kan nog wel een stap verzetten, maar ik moet uitkijken dat ik niet val. Want dan gaat het natuurlijk om, hè? Zou u dat opstapje kunnen nemen? En dat de buurman dan inderdaad als een soort Joop van Tellingen op het dak heeft gelegen, ja? Ja, ja. Hij moet er wel uren gezeten hebben om mij te volgen. Want ik kom één keer op een dag bij Duivenhok, vaker niet. En in andere tijd, steeds, smiddags soms om 1 uur, dan s'avonds om 4 uur. Dus hij moet wel een uren op de loer gelegen hebben om die foto's te maken. Maar dat maakt mij niet uit. U gelooft niet dat dat toevallig was? Die toevalligheden die komen me te veel voor. Mm. Ja. Het was toevallig. U zegt het was toevallig. Goed. We gaan naar de hoorzitting. Want daar is het allemaal juridisch bekeken. Tijdens die hoorzitting blijkt al snel dat geen van de buren makkelijk over zijn principes heen stapt. Welkom, we zijn hier in Nunspeet en aan de orde is de zaak van de familie Bruijnes tegen de familie Plakken. Ja, waar hebben we het vandaag eigenlijk over? Twee buren, Molijnlaan nummer 5 en 7. Nummer 7 heeft het recht van overpad over het achterpad over de grond van nummer 5. Inmiddels heeft de bewoner van nummer 5 dit achterpad opgehoogd en een poort geplaatst. Er zit geen slot op, maar er zit wel een opstapje inmiddels. En dat is ongeveer 28 centimeter hoog. En hierover gaat het probleem, namelijk dat bewoners nummer 7 geen genoegen willen nemen met deze verandering.
Ja, afhankelijk wilde u de deur zelfs op slot doen van de poort. Ja, maar kijk, je googelt wat weg op het internet en dan vind je heel veel over dit soort uitspraken. En toen heeft u gevonden dat rechters vonden dat als je de deur niet op slot deed, dat het misschien wel zo mag. Ik heb ergens gevonden dat op het moment dat een deur zonder medewerking van het dienende erf open en dicht kan, wordt het niet gezien als een verzwaring van de erfdienstbaarheid. Hij heeft gegoogeld. Heeft u ook gegoogeld? Ik heb, weet niet. Ik weet niet wat het betekent. Het hele woord niet. Ik heb geen computer. Nee, dus een gelukkig mens. Hoe zegt hij dat, Koetels? Ja. Ik Koetels niks. Nee, maar die computer. Dus heb je ze tegenwoordig zo. Dan stel je een vraag en dan krijg je het antwoord. Ja, ja, nou, dat is makkelijk dan. Ja. Ik heb hier voor mij liggen de transportakte. Waarin familie Plakken eigenlijk eigenaar wordt van hun huis. Maar opeens duikt daar in pagina 7 op een bepaling. Vestiging erfdienstbaarheid. De erfdienstbaarheid van Overpad om te voet. Met de fiets of bromfiets, kruiwagen of andere soortgelijke kleine voertuigen. Rollator misschien. Te komen en te gaan van en naar de openbare weg zijnde de spoorlaan. Daar heeft u mee ingestemd. Dat klopt, omdat ik dacht dat het wel niet zo vaart zou lopen met het Overpad. En u wilt er nu vanaf. Ja, want na twee brieven van de advocaat blijkt dus gewoon dat een compromis is nu en in de toekomst niet mogelijk. Ja, een compromis. U wilt gewoon er vanaf. Goed zicht of kwaad zicht. Nou, in ieder geval is al mijn compromissen werden dus gewoon een en de ander werd er gewoon afgewezen. Ja, en dan blijft er dus op een gegeven moment nog één stap over. En dat is inderdaad de rechter gaan verzoeken tot opheffing. Ja, maar om welke reden zou ik dat dan moeten opheffen? U zou het kunnen opheffen op redenen dat totaal geen algemeen nut of belang heeft. U heeft zelf uitgemeten 59 meter. 59 meter is het verschil wat het maakt over het overpad of eromheen. Ja. En dat is het voordeel wat de heer en mevrouw dus daadwerkelijk aan het pad hebben. Ja. 59 meter. Ik kijk eventjes langs u heen naar uw echtgenote. Hoe belangrijk is dat pad nou? Ik zit soms heel graag buiten. Ja. En ik zou heel erg graag rustig buiten willen zitten. Zonder dat er mensen achterlangs komen. Ja. Wildvreemden, iedereen kwam er achterlangs. Nou, ik ben er ook niet blij mee met het pad. Ja, u heeft jonge buren. Die willen wel eens in de tuin zitten achter op een zomerdag. Misschien wel in badpak. Vinden misschien niet zo prettig als iedereen voorbij komt. Ze hebben een pracht van een achtertuin helemaal afgeschaft. Met een schutting, aan de zijkant van de schutting. Ik zou niet weten wie daar aan moet gaan staan gluren. Nee, ja, ik ben u niet. Maar ik zou tegen de buurman zeggen, als ik er zat. Nou, je kan wel een recht hebben. Maar dat kun je ook verkopen weer. Ja, maar ik verkoop het niet. Daar komt het op neer. Ik heb er vaak genoeg gezegd. Wilt u het niet verkopen omdat hij het is? Als er nou een nieuwe buurman komt. Ik had het moeten zien, meneer Visser, als een jonger iemand in Nederland woont. Ik ben nu 78. Ja. Als mijn schoonzoon daarin had gewoond. Ja. En ook een flinke vent is. Dan had hij het niet aangekaart hoor. Dan had hij het lef niet gehad. Ja, ik ben een oude kerel. Als je mij een duwtje geeft, dan lig ik. Ja, u bent twee keer zo breed als hij. En hij is opgeleid militair, dus. Het heeft er niks mee te maken. Ik ben altijd fatsoenlijk gebleven. Ik heb aangegeven dat ik geen gezeur wou. Nou, uiteindelijk is het toch gekomen. En dat is puur te danken aan de heer Barnes. Ja. En geen land mee te bezeilen. Als ik je nou zeg, direct de eerste keer, je hoeft er niet aan te beginnen, want je krijgt dat niet. Dan moet je niet deur liggen te zeuren. Want zo vaak als wij daar waren, dan werd er altijd dat pad wat weer te sprake gebracht. Ik heb de eerste twee jaar niet. En het derde jaar ben ik inderdaad mee begonnen. We hebben het wel goed bijgehouden. U bent een beetje van overtuigd dat hij kwaad wil. Oh. U vertrouwt hem niet meer? Ik wil niks meer met hem. Ik ben heel boos op hem. Ik ben boos op hem omdat hij in die brieven mij eruit maakt. Van oud zuur man, ik weet niet of je dat gelezen hebt en zo. Ja. En zo, met een oud zuur man, dat je moet niks te maken hebben. Dus ik wou hem niet meer op het terrein hebben, en helemaal niet meer in mijn huis. Ik hoor het al, u bent niet geschikt voor de politiek. Dan maken ze elkaar over ergere dingen uit. En dan zeggen ze gewoon een dag later, zeggen ze dan altijd sorry en is het goed. Ja, nee, dus, maar. Ja, dat was geen sterk bot, hè? Om dat een advocaat te schrijven. Het was misschien wel gemeend, want u vindt het wel. Ja, kijk, op een gegeven moment, als je altijd maar fatsoenlijk blijft. Mm-hmm. En in één keer krijg je een aangetekende brief thuis van een advocaat. Borrelen. Nou, dat was niet leuk. Ik was echt behoorlijk pist op dat moment. Dus ik heb inderdaad dat geschreven. En dat spijt me dan ook. Had ik ook niet moeten doen. Maar hij heeft geen enkele keer, nul keer in al die jaren dat ik woon, heeft hij eens een keer gepraat over het pad. Hij heeft zich nooit druk gemaakt over mijn probleempje wat ik heb met die steile afrit. Hij heeft nooit problemen gemaakt met een nieuwe bestating. Dat is altijd maar ikke. Ik loop daar al 40 jaar en ik wilde blijven lopen. Jij doet net, je hebt een huis gekocht. Je had getekend en je wist niet wat je getekend had. Nou, als je zo op zo'n manier een huis koopt, dat je tekent voor iets en je weet niet wat je getekend hebt, dan ben je van mij. Nou ja,
waar ik heen wil is eigenlijk... Het is natuurlijk, kijk, kwaad worden, dat is menselijk, zeg ik altijd. Maar kwaad blijven is duivels. Hè? Je hoeft elkaar niet van elkaar te houden, ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat is te zwaar voor de meeste mensen. Maar het liefste wel, ja. Maar je moet toch niet in voet van oorlog leven. En het liefst ook niet, zeker niet met je buren. Nee. Als de buren nou hun pad ophogen om het een beetje recht en netjes te maken... en ze willen het bij u ook... Waarom daar niet aan meewerken? Dat probeer ik me voor te stellen. De pad was voor mij goed genoeg, meneer Wester. Ik hoef het er niet op gehoord gewoon. We waren er jaren, zijn we erover in. Ja, maar nu zit er nu is er een probleem. Nou is er een probleem. Dat heb hij geschapen en heb ik niet geschapen. Nou, is het nou wel zo redelijk om dat af te slaan, dat aanbod? Dat die keur bij u het pad zo ophoogt, daar heeft u toch geen last van? Er lag een keurig pad, meneer Wester. Ja. En ik vond het niet nodig dat het opgehoogd werd. Dat pad was goed. Goed genoeg voor ons om eroverheen te gaan. Ja. Oh. Is het dan niet gezelliger om het ook goed te hebben met de buren? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het zou misschien al een hoop oplossen. Even los wat nu rechten en plichten zijn. Maar als er geen vreemden meer achter door dat pad kwamen. Als u enkel daar doorheen komt, maar niet geen vreemden. Nou, dat vind ik niet. Iedereen moet er door kunnen. Al mijn vrienden en kennissen die me kennen. Met andere woorden, u kunt geen handreiking doen. Nee. Zo moet het blijven. Zoals ik het nou geschetst heb en zorgen dat het voor die tijd was, wil ik het terug hebben. Dus alleen maar dwarsigheid. Is gewoon niet mee te praten. Nou, houd het op. Dat wil zeggen, dat zal betekenen dat ik een uitspraak zal gaan doen. Niet nu, maar op korte termijn in de studio in Hilversum. En ik verwacht u daarvoor terug. Ja, dat vond u wel erg dat u een oude zuurpluim heeft genoemd. Nou, misschien ben ik het ook warm, maar dan wil ik het nog niet benoemen. Meneer Plakker houdt baalt ervan dat u helemaal geen rekening met hem houdt. Ja, het rekening met mij moet nou. Ik niet met hem. Nou, ja. Ik woonde langer als dat hij er woont. Dus u vindt dat u meer recht heeft? En mijn rechten waren goed omschreven bij de notaris. Ja. Meneer Plakker had het niet moeten kopen toen in die tijd. We zullen zien. We gaan naar de uitspraak. Voor wij naar de uitspraak gaan, nog even dit. Loopt het tussen u en uw buren ook niet helemaal op rolletjes? Dan kunt u bellen. 0900 1301. Is meneer Plakker het verkeerde pad ingeslagen... Of moet het echtpaar Bruines voortaan een eindje om? Hier is meester Visser met de uitspraak. Uitspraak in de zaak Bruines tegen Plakker. Ja, de erfdienstbaarheid van Overpad beantwoordt nog steeds aan zijn doel. Te weten een makkelijk achterom richting Spoorlaan. En ik zou dan ook werkelijk niet weten op welke rechtsgrond dit pas in 2001 verkregen recht door mij zou mogen worden opgeheven. Het recht van Overpad blijft. Maar hoe zit het dan met de veranderingen die Plakker heeft aangebracht? Begin ik met de deur. Dat heeft u goed opgezocht op Google. Want volgens vaste rechtspraak is het toegestaan zo'n deur te hebben, zolang die niet wordt afgesloten. Het opstapje. Dat is niet toegestaan. Omdat het pad daardoor niet meer normaal kan worden gebruikt, waarvoor het is bedoeld. Behalve voor voetgangers, ook voor kleine wagentjes, fietsen, rollators. Het is hoogst onaangenaam dat Bruinhuis niet wil meedenken over een makkelijke oplossing zoals voorgesteld. Dat alles een beetje wordt opgehoogd. Maar ja, dwarsigheid, het levert geen misbruik van recht op. Dus daar zult u mee moeten leven, meneer Plakker. En dat betekent dat u... inderdaad die opstap moet verwijderen en dat u het probleem op eigen grond moet oplossen. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel. Nou ja, dat is een bittere pil, hè? Absoluut. En u bent blij met de uitspraak? We zullen wel zien wat er van terecht komt. Als u nu alweer met wantrouwen begint, dat is niet bevorderlijk, ja. Hè? Niet bevorderlijk. Voor de goede sfeer. Goed, ik hoop dat die goede sfeer toch op een of andere manier weer kan terugkeren. Wie weet. In ieder geval, hartelijk dank voor uw komst. En u hartelijk bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900 1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 120 10 1100 AA in Amsterdam.